Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem is het niet eens met de beslissing van de KNVB om De Graafschap niet te laten promoveren. De burgervader pleit voor een eredivisie met 20 clubs, hoewel de KNVB aangeeft dat gemeenten tegen het toestaan van promotie zijn. Dat is pertinent niet waar. Wij zijn helemaal niet geconsulteerd. Wat je ziet is dat er een regiegroep is waar 2 van mijn collega's in zitten. Maar die hebben ook eigenlijk maar op 1 voorstel mogen reflecteren. En er waren genoeg andere opties. Bijvoorbeeld het niet spelen van de beker dit jaar. Je had kunnen denken aan de eerste 2-3 wedstrijden zonder publiek. Dus beginnen voor 1 september. Je had ook kunnen zeggen tot de kerst doen we alle wedstrijden zonder uitpubliek. Dus er waren allerlei opties geweest om toch een eerlijke uitkomst van dit bijna afgeronde seizoen tot stand te brengen. Boumans wierp zich sinds het mislopen van promotie door De Graafschap op Twitter en in landelijke media op als voorvechter van het lot van de voetbalclub uit zijn gemeente. Hij stoort zich aan de besluitvorming van de bond. Het is redelijk weinig transparant wat er gebeurd is. En volgens mij zijn ook gewoon niet de regels van de KNVB zelf gevolgd. Daar heb ik op gewezen. Eigenlijk niet zozeer met de bedoeling om heel intensief in de discussie te gaan betrekken. Maar goed, dat is gaandeweg wel wat ontstaan. En ik zie dat er gewoon bijzonder wordt gereageerd vanuit de KNVB. Dat feiten ook wel eens wat een twist krijgen die niet wenselijk is. Dat vind ik jammer. Ik had heel erg logisch gevonden als Cambuur en De Graafschap gewoon naar de eredivisie waren gegaan. Vrijdag staan De Graafschap en Cambuur Leeuwarden, gesteund door advocaat Dolfsega, in de rechtbank in Utrecht tegenover de KNVB. De burgemeester van Doetinchem schat de kansen van de Superboeren goed in, maar staat zich niet blind op de strijd in de rechtszaal. Nou, ik denk dat beide clubs goede kansen hebben. Maar nog beter had ik het gevonden, dat was ook eigenlijk mijn appel, dat de clubs het onderling op een ledenvergadering zouden oplossen. En zouden zeggen, maar dit gaan wij zo niet doen, dames en heren in Zeist. Wij hebben een betere oplossing en dat is namelijk gebaseerd op solidariteit. Beide kan en ik acht de kans van De Graafschap serieus positief in. Maar volgens mij is ook de route naar de ledenvergadering en solidariteit één die bewandeld kan en misschien wel moet worden.